Hoi, Mieke Maat hier van Wakker Worden met vlog nummer 253. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag een hart onder de riem steken. En dat doe ik omdat ik de laatste tijd echt heel veel mensen tegenkom die er mede door alle coronamaatregelen een beetje doorheen zitten. En ik had van de week een sessie met een dame die het echt niet meer zag zitten, die de wanhoop nabij was. En ik zei tegen haar, ook dit gaat weer voorbij. Dus niks in het leven is blijvend. Alles gaat voorbij. Na regen komt zonneschijn. En er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Maar als er een bocht in de tunnel zit, dan kun je het licht niet meer zien. En soms is de tunnel zo lang dat het licht niet zichtbaar is. Maar uiteindelijk verandert alles altijd. Alles in het universum is in beweging. En niets is blijvend. Dus ook dit gaat weer voorbij. En ik dacht, dat is misschien een fijne boodschap om op dit moment te delen. Want ja, ik had met haar een 1-op-1 gesprek. Maar ik dacht, ja, er zitten op het moment misschien wel meer mensen doorheen. Dus mocht je op dit moment heel veel stress ervaren of in een burn-out zitten of gewoon echt niet lekker in je vel. En denken dat een hopeloze situatie is. Dan wil ik je met deze video graag de opbeurende boodschap geven dat alles voorbij gaat. En ook deze situatie is eindig. En er komt weer een tijd van zonneschijn. Dus ik hoop dat deze boodschap je moed geeft en hoop geeft. Want hoop doet leven. En ik wens je heel veel sterkte. En toch een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende video. Doei doei!